Ik ben Harry Amstra. Nou, met poëzie heb ik eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat ik meer met verhalen en met columns heb. En als het al poëzie is, dan was het vroeger een boekje van Jules Deelder. Maar ik ben geen Guido Gezelle of Nel Benschop lezer of dat soort gedichten. Ja, dat is eigenlijk ontstaan als een geintje omdat ik een column in dichtvorm heb geschreven. En dat was toen een redelijk actueel onderwerp, het Kalkhok in Nijkerk. En ik dacht, nou ja, dat leent zich wel voor een column. Maar later dacht ik van ja, in het kader van die wedstrijd maak ik er een gedicht van. En toen is eigenlijk de vraag gekomen van, leven nog meer gedichten in? En toen ben ik er eigenlijk, ja, was het zo dat ik lag een paar weken thuis met nierstenen. En dan lig je met zo'n iPad en dan begin je een beetje gedichtjes te schrijven. En zo kwamen er een paar uit die ik opgestuurd heb. Dus nierstenen zijn goed voor de dichterij? Ja, ik heb geen gedicht over nierstenen geschreven of zo. Maar misschien dat het uiteindelijk die nierstenen ben ik kwijtgeraakt. Maar of dat door de dichter kwam, dat weet ik niet. Het was iets wel zonder mijn kont op te lichten. Ik heb gezien wat ze van je verwachten. En dat is ingaan op de actualiteit. Een aantal keren per jaar een stadsgedicht schrijven. Nou ja, ik heb natuurlijk met die 15 jaar column schrijven in de stad Nijkerk, zit je altijd wel een beetje op de actualiteit en probeer je ook altijd wel actueel te zijn of in ieder geval dat in een column te vatten. Mm-hmm. En ja, ik denk niet dat ik er veel moeite mee zal hebben om een aantal gedichten per jaar over een bepaald onderwerp te schrijven. En dat vind ik wel eigenlijk wel een uitdaging toen ze dat aan me vroegen. Dus nou ja, ik heb gezien wat de eisen zijn. En nou, ik dacht, daar kan ik wel even doen. Ik ben een Nijkerker, ik weet redelijk wat er speelt. Ik ben er ook in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in schrijven. Dus ja, laat maar een gokje wagen. Ik bedoel, met de toren is het uiteindelijk ook goed gegaan. Dus waarom nu niet? Okay. Nou, dit gedicht heet Koopt elders niet. En het gaat er eigenlijk om dat we steeds meer via internet gaan kopen. En slenterend door Nijkerk mijmer ik dan wat over de winkeltjes die vroeger allemaal in Nijkerk waren, in het centrum van Nijkerk. En ik zal niet het hele gedicht voorlezen, want dat gaat te ver. Dan wordt het een marathonuitzending, maar slenteren over het verlaat. De schoonheid van de Lange Straat. Zie, op het plein de marktkooplieden elke week. De haven, de kolk, de brede beek. Kroegen, kerken, kappers en de kruidenier. Nou ja, de supermarkt heet dat tegenwoordig hier. Alle etenswaren onder één dak en dat alles voor het gemak. Vroeger zat Nijkerk nog met bakkers vol. Montfrans, Van Koot, Wever, Smink, Knevel, Van Dijk, Langman, Ulté en Van der Pol. En zeker weten dat ik er wel een paar ben vergeten. Allemaal in een straal van een paar honderd meter. Leuker, knusser, beter. De kruidenier, de melkboer en de slager. Een onsje rundvlees, een beetje mager. Knevel, Gert Kozijnse en ook Roel van Beek. Die slachten nog zelf een koe iedere week. Ot Marcus voor een zak cement. Stroopsoldaatjes bij de Lido voor 5 cent. De Nijtex, Konst en ook de Ara van Jan Julling. Daar kocht je hardvoer, zachtvoer en ook kattenbakkenvulling. Meneer en mevrouw Mol samen achter de toonbank, hun winkel vol. Op het hoekje van de Brink kruidenier Jan van der Pol. Groenteboeren, Wallet, Timmers en Dasje. En aan de Holkenstraat zat Jasje. Melkboeren, Kroon, Bokkers en Bouw en haar compagnie van wie nieuwe kleren wou. Porter, Hendricks, Miwako, Klaasje Klodder, Blankenstein en te Veven van de Klok, de nieuwste Philipslijn. Schuller van Sloten en bij Wassink en Sigarenmagazijn verhuurde Gerrit Snapper boeken voor groot en klein. Speelgoed dat verkocht Rien van Boeien en Kieft liet alle lampen gloeien. En op het plein zat ooit tandarts van Omme. Daar kon je beter maar niet komen. Maar Dengelbronner was de ergste smoele smid. Deze beul verwoestte menig Niekerks gebit. Trauma's, angstpsychoses, neigingen tot zelfmoord. Als je wist dat je door Dengelbronner werd geboord. Tot zover, het gaat nog een eindje door. En uiteindelijk is de kern van de zaak. Koop elders niet wat Nijkerk ons biedt. En koop niet alles via internet. Dus ja, het is wel degelijk gericht op oud en nieuw Nijkerk, zou ik zeggen.